Een kleine 8500 zonnepanelen op een oppervlakte van zo'n vier voetbalvelden. Ze liggen op het dak van het distributiecentrum van DHL in Eindhoven-Noord. Donderdag werden ze officieel in gebruik genomen. De panelen leveren energie aan het distributiecentrum. Het overgrote deel van de duurzame energie gaat terug naar het net doel van het project van de bedrijven Solisman en van Acht is om geld te besparen en een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Eind dit jaar moeten er in totaal 250.000 zonnepanelen in Eindhoven liggen. Het plaatsen van de panelen is een van de acties om de klimaatdoelstellingen te halen.